7 mei 2023, de 10e speelronde bijzondere Eredivisie. Wij waren erbij! Ongelooflijk wat ik heb gezien. Hè. Deze jongen die heeft een waanzinnige panna gemaakt en die gaat nu nog even mij trucken. Kijk, zo ging het in de wedstrijd. Hè. Nou, doe maar Mike. Panna met mij. Nou Mike, kom op hè, kom op hè. Ja! Wat leuk te klukken. Goed gedaan man. Hoe was de uitslag? Ja, 2-0. Echt, verdering. Waren ze zo goed, FC Groningen? Ja, dat was eigenlijk heel goed, ja. Maar ik heb jou ook hele mooie acties zien maken. Hè? Ja. Ik hoop dat ik vandaag ook een goaltje kan maken. Nou, als ik het zo zie, dan moet het helemaal goed komen met jou. Wat is jouw grote favoriet bij het echte Ajax? Kudus. Dit jaar Kudus. Ja. En vorig jaar? Anthony. Ja, dat zijn wel de spelers, ja. Hè? Ja. De smaakmaker. Heb je ook een beetje techniek van Kudus en van Anthony? Nee, dat niet. Okay. Maar ik hou me meer bezig met gewoon plezier maken. En kopje voetbal, hè? En als ik hem maar kan voetballen, ja. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, goed, Randy. Top, jongen. Succes, hè? Wat heb je vandaag gedaan? Je hebt 3 wedstrijden gespeeld, weet je het nog? Ja, we hebben goed gespeeld, samen gespeeld. Ja? Ja. Waarom ben je gaan voetballen, Mario? Ja, eigenlijk, het is gewoon leuk. Ja? Ja. Ja. Zien we jou nog terug straks bij het echte ADO Den Haag, als het doorgaat zo? Ik hoop het wel, dan gaan we het bereiken. Wat vind jij nou zo leuk aan voetbal? Gewoon dat je lekker tegen de bal aan kan trappen en ja, dat is gewoon leuk. Je kan gewoon je energie erin kwijt. Volgens mij ben je aan de beurt zo, hè? Met penalties. Ja, volgens mij wel. Okay. Scoren, hè? Gaan we best doen.